Wat is op iedereen? Ja, Minecraft. En misschien weet je wat het betekent. Misschien ook niet. Maar in ieder geval. Het betekent dat we de 20 abonnees hebben bereikt. Ik ben super blij. Maar dit was een beetje een speciale. Dat ik voor je klaar had staan. Minecraft. Ja, ik dacht dat is wel grappig. In ieder geval. Ik heb nog niet gespeeld sinds de update op PlayStation. Maar wat ik wil doen is in de supervlakke wereld een stad bouwen. En ook nog een survival gaan doen. Zo. Waarbij ik gewoon lekker ga survivalen. Ga even kapot. Ja, dat is een beetje wat ik in gedachten had hiervoor. Maar ik zie nu al dat de huizen en zo allemaal veel mooier zijn geworden. Dus ja, ik weet, ik heb echt nog niet gespeeld. Ik heb wel alle blokken al gezien, maar ik heb niet gespeeld zelf. Dus, oh, even mijn ogen vrij. Ik heb geen idee hebben waar ze staan. Oh, je mond gehad. Hier? Nee. Hier zo, ja. Deze en deze lijkt me echt heel vet. En smeet af op kampvuur. Kan ik wel eens vets mee maken. Even kijken. En dan gewoon een even kijken. Een soort van zwart. Nee. Als ik ga zoeken ben ik altijd heel stil. Is het hier dan? Dit, ja. Even kijken, even deze blokken. Dat is zo, dat is echt vet. Oh, en dan kan je zo allemaal. Oh. En dit? Als het goed is, kan je daar. Die kan je doven, toch? Hoe werkt dat? Als ik erop ga staan, komt er dan minder rook? Of niet? Ja, ik weet niet. Ik heb echt geen idee. Maar het lijkt me, zou wel logisch lijken. Dat als je met een tapijtje erboven hangt. Zodat hij dan stopt of zo. Dat je rooksignalen kan geven. Ja, kijk. Nee, oké, okay, laat maar. Stom kampvuur. En deze bel. Kan je alle villagers naar binnen laten gaan, toch? Zo. Oké, okay, nou, in ieder geval, voor een mooi stukje vind ik vind hier wel een mooi stukje om een stad te beginnen. En dan dacht ik gewoon, om te beginnen, gewoon een makkelijk weggetje. Het gaat heel. Oké, hoe kan ik dit anders doen? Oh. Hoe deed je dat nou ook alweer? Oh, dat is alleen met graven, ja, klopt. Dus gewoon even een lang stukje bouwen. En dan, ja. Maar in ieder geval, doe even een like, abonneer even, want ik heb er echt ook super veel zin in. Een beetje laat, maar maakt niet uit. Ja, 20 abonnees. Ik wil jullie echt heel erg bedanken daarvoor. Ik ben er echt heel erg blij mee. En nu op naar de 50. Ja, en dan komt er weer een special ding. Maar ja, dat ga ik ook nog niet vertellen. Ik denk nog een 4 breed, hoor. 5. Nee, 4. In ieder geval, ik zei dus, ik wil een stad bouwen. Een stad en niet zomaar een normaal stadje, maar eigenlijk een stad met werkende lantaarnpalen die 's nachts aangaan. Werkende, ja, soort rioleringachtig, dat als je in een gebouw bent, dat je dan een huis hebt, zeg maar. En dat je dan een douche aan kan zetten, dat er echt water uitkomt, zeg maar. En ja, dat soort dingen met een boerderij en zo.
En ja, dat leek me gewoon super vet om gewoon een keer te bouwen. En ik hoop dat het wel een beetje een leuke soort serie wordt. Maar anders hebben we altijd nog survival, ga ik ook doen. Twee keer op een dag, zeg maar. Vrijdag wil ik dit gaan doen. En dan zondag lekker survivalen. Maar dan denk ik dat ik zondag twee video's ga uploaden. Dat ik dan zeg maar gewoon een normale iets van Roblox of zo. En dan ook nog Minecraft, zeg maar. Ja, ik ben een beetje geconcentreerd. Oh, jezus. Oké, nou nog dit stukje. En dan is de beetje beginweg af. Dan nog een stoep ernaast en lantaarnpalen. Geen idee hoe ik dat wil gaan doen. Tenminste, ik heb wel een idee, maar... Ja, oh ja, wacht. Jawel, ik heb een heel slim idee. Kijk, dus wat we doen is, we pakken een mooi kleurtje van hek. Ik denk deze gewoon. Die plaats ik dan even 4 hoog. 4 en dan 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4. En dan in het midden hier nog eentje. Of wacht, zal ik het anders? Ik ga het anders doen. Ga weg. Weg jij. Oh, shia. Shia. Zo, die even terug. En dan jij hier weg. Even. 1, 2, 3, 4, 5. En dan hier zo. Deze. Oh. Nee, hoe mag. Ik kan niet zo heel goed bouwen. Kijk, en dan. Zo, dat was ik even stil. Pakken we de versterker. Deze pakken we. Deze pakken we. Redstone pak ik. En de lamp. Oh, daar hoef ik er geen twee van te hebben. Maar kijk, dan plaats ik. Dit, hier gaat er nog eentje bovenop. En dan zo. En dan hier ook nog eentje bovenop. En wel klikken. Oh, wel hier. Oh, jezus. Zo, en dan kan ik dit zo, ja. Of kan dat hierop zitten? Nee, ja. En als er hier nou een blok is. Hier zo. Daar plaats ik redstone op. En dan doe ik hiernaast een blonkie. Zo, die wordt gepowered zo, ja. En dat is als trots in de nacht. Wacht, dan doe ik het anders. Dan pak ik gewoon houten blokken. En die zet ik hierop. En dan doe ik dat hier ook. Het ziet er nog niet zo heel raar uit eigenlijk. Het ziet er nog best wel vet uit. En dan, kijk zo, die op nacht. Wacht, dat is goed, want als hij op dag staat, ja, dan gaat hij aan. Dus nacht. En dan weer. 1, 2, 3, 4, 5, denk ik. Of zal ik ze gewoon, ik ga ze gewoon random plaatsen naar deze. Want de weg is pittig lang. En dan de hele tijd dit te gaan zitten doen. Dat is ook niet zo leutig, dus... Een redstone lamp. En een nachtlichtsensor. En dan plaatsen we deze hier zo. Drie hoog. Blokkie, blokkie, lampie. Zo. En dan ga ik dit zo even laten. Dit ga ik achter de schermen volgende keer wel verder bouwen helemaal. Oh, wacht, kan ik niet zo... Ja, kijk. Dat is mooi. Zo, hop.
pa en deze ook. Oh. Nou, ik denk dat de belichting zo meteen gaat werken al. Maar in ieder geval, dit ga ik even zo houden en dan... Kijk, dat is toch mooi. En ja, dat vind ik wel echt nice. Dat is wel nice, ja. Ja, wel nice. Dan moet ik eigenlijk hier een hele stoep langs doen, maar dan gaan we gewoon niet doen. We gaan gewoon 1, 2, 3. En dan beginnen we hier met bouwen. Dus dan denk ik het eerste wat ik ga bouwen is een flatgebouw. Ga jij maar eens weg voor iron. En eigenlijk iets van blauw glas of zo. Geen wit glas, echt blauw glas. Blauw glas hier zo. Oh ja, nou is het natuurlijk wel donker. Maar ik wilde een soort van rond gebouw gaan maken. Dus gewoon 1, 2. Dat is, ik begin wel anders hier zo. 1, 2. Ik weet echt niet hoe groot die wordt. Ik begin gewoon hier. Zo, 5, 1, 2, 1. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. 1. Ja, ik ga tellen altijd. 5. Ga even goed. 5. Zo, hoppa. En dan 1, 2, 1. 1, 2. En dan komt hij als soort uit. En dan... Zo, en dan zo, en dan overal een laagje op. En dan... Zo. Moet die wel recht plaatsen. Ik kan niet zo heel snel bouwen, maar dat komt omdat ik op PlayStation speel. Dan kan je ook niet zo snel rondvliegen, zeg maar. Dus nog één keer erop, zo. Hoppa. Het wordt echt een groot gebouw. Ik weet alleen niet of ik het wel rond moet doen, man. Ik had wel een vet idee. Dus ik ga het gewoon rond doen, zo. Zo. Nou, nog eentje erop. En dan... plaatsen. Stom ding. Maar in ieder geval, ik vind Minecraft best wel leuk om te spelen, ook al speelt niet echt iemand het meer. Maar ik zag het ergens voorbij komen, dus ik dacht, het is eigenlijk best wel leuk om opname te maken. En toen dacht ik, ik heb nog niet echt iets voor de 20 abonnees, dus toen ging ik maar Minecraft doen. Maak even hier een randje. Ja, zo is wel goed genoeg. Ik weet eigenlijk niet waarom ik dat deed. Kijk, en mij lijkt het dus vet om dan zeg maar zo'n hoog gebouw met af en toe eens zo'n blauw raam te doen. Echt van 3 hoog of zo. Zo, hoog. Oh. Oh. Ah, mag eigenlijk wel. Echt zo'n probleem. En ik kan hier ook weer een laag op en dan daar nog een laag op en dan... Hebben we een begin van het eerste gebouw. En dan... Ja, als het raam af is... Doe ik er nog een laag ijzer op. En dan ga ik... bezig met het volgende gebouw. Want dan hebben we voor een paar gebouwen al een beginnetje. En anders wordt de aflevering ook alleen maar kijken naar één gebouw. En dat lijkt me ook niet zo leuk. En dan hoop ik dat we eigenlijk straks gewoon aan het einde, als we helemaal ermee klaar zijn, dat ik dan gewoon... hoe heet het? Dat we dan gewoon één grote stad hebben met niet alleen één zo'n middelweg, zeg maar. Maar gewoon één paar wegjes ook aan de zijkant. En dan zijn de wegjes aan de hoofdweg, zeg maar, gewoon wat groter. Zijn de huizen aan de hoofdweg wat groter. En dan de huizen aan de kleine wegjes zijn gewoon normale huizen, zeg maar. Dat is een beetje mijn idee. En ik word echt heel stil van dit bouwen.
Dus dan wordt het video zonder commentaar. Zo. Ik heb ook een keer op deze manier een windmolen gebouwd. Ik weet niet of ik dat goed zeg, want ik ben niet zo goed in Nederland. Maar dan werd het steeds kleiner. Maar als zo één zo'n groot gebouw is, lijkt me dat eigenlijk wel vet. En dan kunnen er allemaal kantoren in komen en zo. Maar aan deze kant. Het heeft natuurlijk een dingen nodig, een winkel. Maar ik denk niet dat ik die meteen hier ga doen. Ik denk dat ik gewoon even zo doe. En dan even denken. Ook metaal is zo saai. Wit is niet zo. Bloksteen. Nee, ik zit een beetje te denken aan zo'n opslagplaats, zeg maar. Dus ik heb sowieso dit nodig. En ik heb ook wel ijzer nodig. Ja, doe maar dit dan. En dit. En iets blauws eigenlijk nog. Boetje. Oh, nog één. Zo. Dus wat ik van plan ben is eigenlijk gewoon één groot. Ja, niet echt groot, maar gewoon 1, 2. Zo. En dan er nog eentje aan. En hier nog eentje aan. En dan een langwerpig gebouw. En dan daarnaast zo'n. Ja. Hoe heet dat? Zo'n ding. Zo'n soort silo. Waar het dan dingen in opslaat, maar niet echt een silo, maar ja, ik weet echt niet hoe dat heet, man. Hier moeten wel garagedeuren komen. 3 hier en dan 3 hier. Zo. 4 en dan hier ook nog 3 erbij. Ah, nog eentje dan en zo. Nou, trouwens, die mag helemaal dicht. En dan moet er nog één laag opkomen en dan, ja, een dakkie, puntdak. Nee. Kijk, want mijn plan is dus, ja, ik heb het net verteld. Oh, ik zit trouwens al pittig dicht bij dit. Dan kan ik dan zo'n zijwegje maken. Dus heb ik dat er vast af. Oh. Zo, hoppa. Hoppa, hoppa, hoppa. Ik weet alleen niet of dit uitkomt. Ik moet wel even. Zo. Zo, en dan die daarop. Oh, jezus, ik sloeg mijn microfoon. Oké. Oké. Ja, oké. Zit ook maar eenmaal binnen. Zo, oké. Komt perfect uit. Zo, dat is één opslag. Alleen dit plaatsen is zo irritant altijd. Dit maakt allemaal ander geluid. Kijk, en zo meteen, als het goed is, gaan de lantaarnpalen uit. Omdat het dan weer dag wordt. Even kijken. Ja, dat wil ik eigenlijk al zien gebeuren. 1 keer. De zon schijnt. Ga uit. Nu mogen ze wel uitgaan. Ja, ik zit echt te wachten tot ze uitgaan. Ga uit. Ga uit. Uit. Wat als ik hier op ga staan? Nou, oké, ze blijven even aan nog. Zou het te maken met dat die achter dat die.
gaan ze gewoon nooit meer uit. Het is nu echt wel dag hoor. Hé, hey, kijk, kijk. Het werkt gewoon. Kijk, dan bouw ik dit stukje even zo. En dan dit punt. Ja, ik vind het wel goed trouwens. Dus dit is een beetje een beginpuntje hiervan. Van bouw ik hier. Kijk, dit sled op. Ik ga nu laten zien wat ik bedoelde. Kijk. Nog hier eentje en zo. Ga twee groot. En dan hier nog zo. Ja, trouwens, we mogen wel drie hoog. Zo, want normaal rijdt hier een... Ja, ik weet even niet hoe dat heet, maar kijk. Zo, zo. Volgens mij heet dat ook een silo. Nee. Ik weet niet zeker. Het is maar even dicht. Oh, en die ook zo. En dan... Oh, ik wil even nog... Nou, zo genoeg. En er wordt aangebeld. Oké, de deur werd aangebeld. Kijk, en dan... Even goed. Zo, en dan... Zo, perfect. Zo'n ding, ja. En dan moet hij eigenlijk onder nog zo'n ding, maar... Ik vind het zo wel goed genoeg. Ik ben niet zo heel goed in Minecraft. Zo. Kijk. Dat is goed. Ja, met zo'n dingetje. Zo. Ja, zo. Ik vind het goed genoeg. Lijkt een beetje op een raket, maar maakt niet uit. Dus heb ik twee gebouwen en begin ik er gemaakt. Ja, dan wil ik hier eigenlijk een... Oh, jezus. Kijk, even zo. Een... Ja, kijk, dat zijn dat worden echt zulke hoge kantoren. Dat wordt zo'n opslagplek. Ja, ik kan misschien nog iets van... Oh, ik heb het al. Komt helemaal achteraan. Maar die ga ik gelijk in deze aflevering afbouwen. Die komt helemaal hier zo. Zeg maar, even kijken. Dit. En als ik even kijk, heb ik bone meal nodig. Dat staat toch hier zo? Ja, kijk, daar staat hij. Hoppa. Hek. Wat donkerder hek. Dit. Dit. En misschien weet je al wat ik ga bouwen. Het is lastig te raden zo, maar dit is ook wel vet. Hier zo. En dan gaan we dit zo. Oh, wacht. Nee, stop. Ga weg. Zo, hoppa. Kijk, oké. Zo, dit lijkt... Het ziet er al wel goed uit. Zo, is ver genoeg. Het geluid is wel echt heel hard. Zo, is al goed. Dan nou, nog iets verder, zo. Het geluid staat zo hard. Voor als je gas gaat hakken. Kijk. Doe hier zo. En dan hek. Zo, het zal wel. En dan hier ook. Dit is een groot gebied. En dan doen we hier zo. Zo, even echt wel die
decoratie ook. Dan zo. Dit wordt een boerderij. Volgens mij je het nog niet kon zien. Oké, even zo. Dan begint hier het huis. Denk ik wel dat het een goede plek is. Zo, perfect. En dan even plaatsen alles. Waar ik vooral benieuwd naar ben, is het resultaat van deze stad. Zo. En dan, kijk, oh ja. Dan was er echt zo typisch zo'n schommelstoeltje. Wat is dit? Eikenhout, gewoon, ja, kijk. Zo. Maar mooi, hier. Zo. Hoe ver heb ik nog gedaan? Zo toch? Hier de hoek om. Zo. En dan hier ook. En dan mag hier hekjes omheen. Zo. Dan mag hier een hekje bovenop. En 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 vind ik denk ik wel mooi om deze daarop te leggen. Oh, moet hij wel op, hè? Zo. Kijk, en dan hoppa. En dan zit zeg maar dat verandaatje dat op ja, dat aan zo'n boerderij vastzit. Ik weet niet of jullie het kennen, maar als je ooit een film hebt gezien, denk ik dat je het wel kent. Zit die goed? Wacht, zit het gelijk? Ja. Hier mogen twee ramen. Daar. En daar. Mag hier dit dicht. En dan doe ik nog zo. En dan. En melding. En dan mag dit helemaal dicht zo. Hier mag een raampje. Dus nog een keer. Dus. Zo. Hoppa. Nou, dit is een beetje de voorgevel van die boerderij. Het ziet er al wel goed uit hoor. Die spullen vind ik echt vet. Boommeel. Wacht, ik moet eerst natuurlijk wel land afzetten. Hè. Want er moet natuurlijk ook wel farm komen. Ja, het is denk ik wel groot genoeg. Oké. Zo. Tot aan dit. Ga even omhoog vliegen. Zo. Oh, oh, jezus, oh, oh. Doe maar even zo. En dan die dicht. En dan aan deze kant hetzelfde nog een keer. Jezus, man. Het is niet helemaal even, maar dat maakt niet zoveel uit. Het is groot, dus. En dan. Ja, ik dacht dan om hier boonmeel te plaatsen, zeg maar. Alleen hier wordt de boerderij en ik denk dat hier, dat is iets groter. Dus dan zeg maar hier wat dieren doen. En dan kan ik er altijd nog gras plaatsen, maar ik kon zeg maar dit doen zo. Omdat ik dat wel cool vond om erbij te hebben, kip aan de kant. Tadaa, zo. Ziet er wel leuk uit. Zo, hoppa. Dan maak ik even een klein farmpie. Zo, hoppa.
klein farmpje. Ah, wacht, een stukje kleiner. Nu heb ik deze nodig. Oh ja, bamboe heb ik ook nog voor dit. En water. Even kijken, waar is het water? Zie ik er nou echt in? Oh nee, is dat hier, hè? Ja. Voor maar dit dan. Doen we ze zo. Dat was wel zo. Zo. Deze daar, zo, hoppa, perfect. Dan is het hier alleen wel donker, dat is wel jammer, maar... Zo, hoppa. Zo. En dan... Het is een boerderij, dus er moet wel een ding zijn natuurlijk. Het lijkt wel of ik vuur... Wacht, oh. Weet je wat wel hoort bij een vuur, wat, bij een dingetje? En daar ging mijn dingen. Een kampvuur. Ga weg, schaap. Kijk, en dan hier weer water. Moet ik straks allemaal water gaan plaatsen. Schaap. Oh. Ga eens weg. Wacht, zag dat nog goed? Oh, nee, laat maar. Schaap, ga weg. Zo. Ik zit echt met mijn hoofd te schudden om dat geluidje van tenten. Zo, hoppa. Het hoeft toch geen stromend water te zijn. Dat is mij niet. Oh, dat was niet de bedoeling. Wacht, nou wil ik ook één ding testen ook. Als het goed is, je doet zo. Ga eens weg, schaap. Even serieus. Ja, kijk, dat ziet er heel vet uit. Als het water weg wil gaan. Als het water weg wil gaan. Dank u wel. Als je dat dus zeg maar hebt en je hakt dat dan weg in survival. Dan... als je dat een paar keer doet, dan heb je een heel vet, een hele vette, kan je daar een hele vette loopbrug van maken, zeg maar. Zo, hoppa. Ziet er al goed uit. Dan pak ik even, ja, als je vraagt waarom heeft hij die hooibaal. Dat is omdat ik dan, ja, die bamboe, wacht even hoor. Dan kan ik, zeg maar, dat is voor het dak. Dit is één hoge. Dit was wat minder hoog. Zo, dat is al een leuk decoratiepuntje. Zo. Zo. Ziet er wel goed uit. Zo mooi, vind ik.
Beetje decoratie. Oké, dan moet ik naar wapens en dan moet ik hebben diamonds. Gaan we naar bone meal. Oh ja, bone meal heb ik nog steeds nodig. Zaadjes, volgens meloenen, pompoenen, bieten, tarwe. Gewoon zaden. Zo, en op plaats van zaden. Zitten nu overal tot nu toe zaden? Volgens mij wel, hè? Maar dan kan je gewoon ingedrukt houden. Zo, hoppa. Nou, dat is 1. Ik weet niet wat die wat donkere vlekjes zijn, maar... Oh, dat is waarschijnlijk als het vochtig is of zo. Als het dan goed groeit. Ik weet niet. Wachten. Dan moet die straks helemaal wat donkerder worden. Zo, nog 2 te gaan. En dan ziet het er ook echt wel goed uit. En dan, als dit geplant is, dan gaan we nog 1 huisje doen. En dan vind ik het alweer genoeg geweest voor vandaag. Zo, kijk eens. Kijk zo. Oh, wacht. Oh, ik ben nog niet klaar. Oh. Zo, nu ben ik klaar. Kijk eens hoe mooi. Dit, daar komt een nieuw huis. Daar komt een nieuw gebouw. Oeh, wacht. Weet je wat ik ga doen? Oh, even. Ik ga even goed zitten. Ik ga nog even verder aan dat gebouw. Even kijken, waar staat blauwe Gambi? Nee, dat is hem niet. Dit is hem. En dan doen we zo. Plaats ik straks alle vloeren hier ook nog in. Maar eerst even wat hoger maken. Oh, dat is niet goed. Oh, ja. Pa, kijk, kijk. Nu gaat het goed. Maar in ieder geval. Ik heb nu een beetje zo zitten praten. Maar ik ben zo blij, hè, met de 20. Hè. Ik ben, dat is gewoon gelukt, hè. En bij de 50, ik weet niet, ik heb het al gezegd, maar ik ga het gewoon nog een keer zeggen. Er komt iets speciaals. Ik heb ondertussen al tijdens deze video al bedacht wat het is. Maar het is moeilijk lastig om voor je te houden, ik wil het gewoon zo graag zeggen. Maar het wordt leuker dan Minecraft en dat kan bijna niet. Dus, en misschien wordt het ook wel geen game. Dat is een hint. Zo, kijk zo. Zo, kijk, zo gaat het snel. Oh, dan moet ik wel klikken.
Weet je wat ik eigenlijk had willen maken? Waarom praat ik zo alsof er iemand naast zit? Ik had eigenlijk zeg maar zo'n spiraal willen maken dat die zo omhoog gaat, maar toen dacht ik van nee, dat is veel te moeilijk. Laat maar. Kijk, en dan nog een keer dit. Zo. Wacht, weet je wat ik doe? Ik doe gewoon één rand eerst. Zo, kijk. Nu de rest nog. En dan, kijk, doe ik gewoon. Zo, en dat bij alles. Oh. En dan is het gebouw wat hoger. Wacht, kan ik gewoon. Zo, en nou dit nog een keer. Ik ben heel de tijd zo stil. Ik hoor het gewoon. Ja, er valt weinig te horen, maar ik hoor het gewoon van mezelf. Zo. Dit is eigenlijk al best wel hoog als je zo kijkt. Het is eigenlijk al best wel hoog gebouw. En dat in één video. En de volgende video ook dit gebouw helemaal af hebben eigenlijk. En die af hebben. En dan. Ja, eigenlijk ook deze drie dan gewoon af hebben. Maar. Het kan ook anders dat ik dan gewoon. Hoe heet het? Gewoon ook nog een paar beginsels maak. Want ja, het moet ergens beginnen. Ik dacht ook aan rijtjeshuizen. Dus zeg maar dat als iemand komt, zeg maar dat hij hier een kantoor kan nemen. En dat. Oh ja, dat heb ik nog niet eens verteld. Maar. Als we deze klaar hebben, dan ga ik een soort van plots maken. En dan komen er mensen langs. En die gaan dan. Gaan dan hun eigen huis bouwen in de stad. En die hebben dan een bepaald aantal ruimte. En daar mogen ze een huis op bouwen. Of een heel flat gebouw, als er daar ruimte voor is. Of een haven of zo, dat soort dingen. Zo, kijk, deze kant is af. Vanaf hier lijkt het ook wel echt al op een hoog gebouw. Ah, nog niet heel hoog, maar wel hoog dan normaal gebouw. Moet even. Het is wel ingedrukt, ouwe. Morgen komt als het goed is een. Ik hoop Fortnite, maar misschien Roblox. Ik denk. Ik denk Fortnite. Maar als ik weinig tijd heb, want ik moet nog meer video's gaan maken. Want morgen, overmorgen, zondag heb ik geen tijd om video's, om een video op te nemen. En zondag upload ik ook. Dus ja. Zet trouwens even, als je nog kijkt, even in de comments. Koe met blauw raam. Ik weet ook niet waarom. Maar doe maar even als je nog zit te kijken. Ook als je doorgespoeld bent en tot nu. Dan moet je ook even koe met blauw glas. Of raam. Ik weet nou al niet meer wat ik net zei. Maar ondertussen is dit gebouw al wel bijna af.
rijk is dan. Doe ik er nog één laagje glas op zo. En dan... Zo, oh. Zo, hoppa. En dan, ja, dat was het een beetje voor vandaag. Wat ik eigenlijk nog wel even wil doen, is, kijk, deze keer gaan we nu afsluiten. Game afsluiten. Opslaan. Ja, yes, zij slaat op. En ook even kijken wat er allemaal nieuw is in... Wat is het? Volgens mij 2.14. Wel creative. En makkelijk, dus dat de wereld wel aan, dat de stadjes wel aangevallen kunnen worden. Maar ik wil even checken hoe het is in dingen, zeg maar. Oké. Okay. Ja. Ja, er stond daaronder bij van die dingen. Stond er zijn 3567 zo tropische vissen. Dus. Want er zijn als het goed is van die. Villagers of zo. En dan die vallen dorpen aan. Kijk even of ik een dorpje kan vinden. Wat is dit? Wat is het, een dorpje? Hallo, Iron Golem. Wat is dit voor een raar dorpje? Wow, villagers zijn echt veranderd, sommige. Wat is hij aan het doen? Hij staat op een zaag met zijn ding. Was het fijn. Wat een gek. Kotste er nou iemand? Huh? Wat was dat geluid? Oh. Ik denk echt alsof er iemand kotste. Oh ja, die dingen. Ja. Zo. Hoor dat geluid, echt als er iemand kotst. Dit is trouwens wel één vette gebouw. Er zijn twee huizen. Ach, dit is dus een... Wat is dit voor huis? Dit is een soort waterdorpje, maar... Waarom zou je dit op het water plaatsen? Het is wel echt, heb ik echt, het is wel vet als ze dit hebben toegevoegd, maar het ziet er zo raar uit. En ze hebben ook een soort van, wat, oh, ja, daar vernielde ik zijn dingen. Je kan er niet in, dat is jammer. Kijk, wat is dit huis? Of is dit een soort van tent of zo? Ja, ik ben echt gewoon een beetje aan het ontdekken. Oh, oh, hier ben ik al in geweest. Oké, okay. Dan gaan we door naar nog een stadje zoeken. Stadjes. Zit er zo in één keer midden op het water een stadje. Sneeuw. Oh, er is een sneeuwstadje. In de buurt. Hoop ik. Als er sneeuw ligt. Sneeuw. Ik ga gewoon... waarom riep ik sneeuw? Is dit? Oh, hier is ook allemaal nog sneeuw, maar dat laat niet in. Waarom laat de sneeuw niet in? Hier zo, ik wil echt zo'n sneeuw ding stadje zien, zeg maar. Moeras. Is het weer zo'n kotsend ding? Ja, zo'n onderwater zombie. Weer sneeuw. Waar zijn die stadjes dan? Dit is gewoon één groot eiland. Zo, voor mijn ogen vliegen. Zo, hoppa. Hey, wow! Dit is een pillager uitkijktoren. Dus kan je reden. Kan je zo, kijk, kom je zo hier zo. Hier zo, dan moet je hun allemaal killen. En dan zo, hoppa. En dan ingang zoeken, denk ik. Of naar binnen mijnen. Ze maken wel grappig geluid. Nee, dan moet je echt naar binnen mijnen.
er zit wel een ingang. Ja, hou je mond met je haar. Haar. Zag ik die nou echt net niet? En dan staan de zombies binnen, dan moet je die reden zo, dan ga je zo omhoog. En dan, en dan ook. En dan hier ook. En dan... Heb je hier dit. En dat was het. Dat doe je dan en dan heb je... En dan reed je zo'n heel ding en dan... Krijg je bijna niks. Ik wil echt even een stadje vinden. Echt een stadje, stadje. Waarom ligt er lava in de sneeuw? Geef me nou eens een stadje. Oh, zijn schapen. Ik dacht dat het varkens waren. Hier ook geen stadje? Hé? Ik vlieg nu als het goed is terug, maar dat weet ik niet zeker. Alles moet inladen, joh. Als je sneeuw en zo. Dan is dit stadje weer. Dan vlieg ik nu maar de andere kant op. Hè? Ik dacht altijd dat dit stadjes waren. Dat zijn het toch niet? Nee, het is gewoon onsmeltbaar. Er zijn wel veel ijspegels hoor. Je moet toch wel een sneeuwstadje zitten. Ergens hier. Wat is dit voor een ding? Waarom kan ik geen stadjes vinden? Het is allemaal sneeuw hier. Hier niet. Hier stopt de sneeuw. Waarom staat er een zombie? En weer zo'n pillager toren. Alleen dit keer laat hij niet in. Oh jawel, hij is ingegaan. Oh, wat is dit? Dit zat er vorige keer niet bij. Dit is een tent. Waarom zit dit hier? Oké, dat is gewoon... God. Ze hebben een Iron Golem gevangen. Ik kan hem bevrijden. Kom. Oh, hij hangt vast. Oh, sorry, dat is niet de bedoeling. Ja, hij kan letterlijk eruit lopen. Oh, wat doen ze? Kom aan. Ik help hem. Hij moet nu meekomen. Hij komt ook gewoon niet, hè. Sorry, Iron Golem. Kom, hij kan gewoon zo weglopen. Nou, hij kan nu weglopen. Hij kan wel... Hé, hey, kijk, zo ik hier heb gevonden. Een stadje. Wat is dit? Ik weet al wat ik ga bouwen. Ik ga nog één ding bouwen. In deze stad. Ding. Stad. Niet echt stad, maar... Trouwens, dat bouw ik wel in mijn echte stad. Maar dat is iets... Dat is iets voor de volgende keer, dus... Ja, ik zeg hier, maar ja, ik wil het eigenlijk niet zeggen. Ik moet wel, anders gaat de video veel te lang duren. Nou, ik zou zeggen, ga allemaal lekker Minecraft spelen. Is niet betaalde promotie of zo, nee, maar ga gewoon lekker Minecraft spelen, is gewoon leuk. En dan zie ik jullie morgen weer, want morgen is het zaterdag en dan gaan we in Fortnite. Dus, ja, nou. Hé, hey, wacht. Kijk. Zien jullie dat? Ik weet niet of het al was, maar je ziet nu echt het ding, zeg maar. Of zo. Maar in ieder geval, ja, nou, hier ga ik wel mijn video bij afsluiten. Later.